ga vandaag een Musical.ly video doen. Ik ga tonen hoe je beter kan worden in Musical.ly. En daar ga ik stapjes tonen in Musical.ly. Dus laten we beginnen. Ziezo, ik ga nu de camera hier zetten. En ik ga een video opnemen op dit liedje. Oké. En in de volgende video, dan ga ik tonen hoe dat je zo'n draaidingen kan doen. En op het gepaste moment een andere kledij aandoen. We gaan die in de camera doen. Oké, dus. Ik zet hem nooit op normaal. Altijd op snel. En als je iets in slow-mo wilt laten doen, ga je dat op traag of op epic. Laat dat wel super snel. Dan moet je super snel doen zodat het mooi traag gaat. Oké? Dus ik ga hem nu zo opnemen. Ik kom zo bij jullie terug. Hij is klaar. Ik heb slow-mo, pauze en snel gebruikt. Ik ga hem uploaden. Hij is aan het uploaden. En het volgende liedje. Nou ja. En ik ga leren hoe je zo kan doen. En zo. Hetzelfde heb ik het zelf. Dus, hier zetten. Pauze. Aan de andere kant. Een beetje. Zij. Dan doe je zo. Oké, dat hebben jullie ook al geleerd en nu ga ik leren hoe dat je. Nu ga ik weer. En nu ga ik een keer een duet. Het zijn al likers. Het zijn al. Deze likes zijn er al. Oeh, een reactie. Melody. Weer een reactie van. It's too cold outside.
zegt dat. Wacht, hè. Nee. Is nog moeilijk hoor. Ik ga wel mijn plant draaien. Zij staat buiten. Maar boeien. Voilà, de nieuwe duet heb ik nu ook gemaakt met dan met Steam. Doe even een blauw duimpje omhoog van deze video. Vonden jullie deze musical.ly video leuk? Doe hem omhoog. En abonneer zeker. En zet hem in de reacties. Welke duet jij het beste vond en welk trucje jij heel graag ook een keer zou willen leren.